Ja hoor. Vera de bruid en Levi de bruidegom. Dat ziet er heel mooi uit zo, hè? Jullie mogen gerust wat langzamer lopen. Dat hoort als je gaat trouwen. En dan ben je echt nog een beetje bang, weet je wel. Dan denk je, zal ik gaan of niet? Dus dan moet je wat langzamer lopen. De jurk is van Suzanne de Jonge, haar moeder. Het is een halterjurk. Maar hij is iets aangepast, denk ik. Het was een halterjurk die aangepast is. En de sluier is gebruikt voor de doopjurk van Suzanne. Dus de sluier is er niet meer bij, die is gebruikt. Maar dat werd vroeger ook heel veel gedaan, hè? Ook de jurken werden als doopjurk vaak gebruikt. En jullie zien er prachtig uit. Heel leuk. Dankjewel. Ja, keurig. Kijk, zo'n tempo. Hartstikke mooi. Dan kunnen ze jullie allemaal nog even goed bekijken. Heel veel mensen. Heb ik ook gedaan. En dan krijgen we nu bruidspaar nummer 6. Ik geloof dat dit alleen een bruidje alleen is. Maar ja, dat maakt ook niet uit natuurlijk. Die man kan je altijd later nog zoeken. Toch? Met Ferry. De bruid komt met Ferry. Dus toch een bruidegom gevonden, hè, gelukkig. Ja, alleen is ook maar alleen toch, hè? Oké. En dit is Deborah. Ze hebben ook twee, een bruidsjonkertje en een bruidsmeisje. Het bruidsjonkertje is Sven, het bruidsmeisje is Sophie. Ze heeft ook een hele mooie jurk. De jurk, dan moet je even heel goed luisteren. De jurk is van de zus van de schoonmoeder. Ja? De zus van de schoonmoeder, dus het blijft in de familie. Kijk, er worden al bloemetjes gestrooid. Oh, dan moet je maar uitkijken hoe met bloemetjes trouwen. Ja, dat is hetzelfde als met rijst, hè? Dat bevordert de vruchtbaarheid. Ja, dan moet je echt veel passen hoor. Jij erachter. Ja, kom eens. Voor jou. Ja, ja, goed. 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 Je laat de schuiven liggen. Goed. Zo is het mooi. Ja, het is echt een heel mooi stel. Zeker weten. Heel leuk. En de vandje met bloemen. Is het al leeg of niet? Prachtig, dank jullie wel. Hou niet zo vlug lopen, die kinderen die slepen jullie aan het been. Heel rustig. Op je gemak die alles even bekijken. Nou, het was weer een mooie bruidspaar. We krijgen nu Karima. Foutje. We krijgen nu Astrid voorbij. Astrid voorbij met de bruidegom Willem van der Heijden. Nou, die kruidt ook, want we hebben al gezien. De jurk die Astrid draagt is van de dochter van mevrouw van Zuiden geweest. De bruidsmeisjes zijn dochter Fee en dochter Ling. Het zijn communie-jurkjes die ze aan hebben.
uit 1972. En die is gedragen door Els Naborg van Zuilen. En toen de dochter van mevrouw van Zuilen trouwde, zat ze in het onderwijs. En toen ze trouwde en naar buiten ging, stonden de kinderen dus allemaal met bogen waar ze onderdoor heeft gelopen. Dit heb ik vroeger zelf ook meegemaakt. Heel leuk. Wat zien jullie er allemaal mooi uit? Heel leuk. Ja, dat is ook een mooi tempo zo. Niet vlug. Even de huffelpas erin. Dan krijgen we nu een bruidje alleen en dat is Karima. Met Noah aan de sluier. Loopt er nou weer een bruidegom bij? Dat zal de mijne dan weer zijn. Ook is met de handschoen getrouwd. Zie je, ja, hij moet achterblijven dan, hè? Ja, ik ben de handschoen getrouwd. Ik moet wel in voor met de handschoen trouwen. Die keer niet, hè? Ja, Karima ziet er prachtig uit. De jurk is van de moeder van Vanessa geweest, maar niet de Vanessa. Is in Delft getrouwd. Een hele mooie jurk. En het bruidsmeisje doet het ook goed zo. Dat is tenminste een goed tempo. Wie kan me even helpen? Help jezelf? Ja, doe voorzichtig. De jurk is uit 1973. Dus die is ook al aardig aan de oude kant. Maar dat zie je toch niet, want die ziet er prachtig uit. Mooie mouwen erin. Leuk. Nou, zie je, hoort het hier als is met de handschoen getrouwd, vandaar dat ze dus alleen is. Heel mooi, dankjewel. Ze loopt nou precies zoals het hoort. Hè? Ja. Hoe is het? Nou, dat zien we vanzelf wel weer doen. De volgende staat ook al klaar. Kijk, zij loopt zo'n heerlijk tempo, daar hebben we gewoon de tijd voor. Zo kan je het mooi zien, hè? Ik denk alleen als de trouwambtenaar er zou zitten, dan zou zeggen, loop eens door. Kom nog eens snel naar u. Goed zo, Karima, dankjewel. Ja, ze blijft nog niet stijl verder lopen. Prachtig. De volgende die daar aankomt. Het bruidje is Sylvia van Geest. Sylvia van Geest. Met een bruidsmeisje erbij. De jurk waarin ze loopt is een jurk die is van haar tante geweest. Is in Delft getrouwd. Ja, het ziet er heel mooi uit. Mooie sluier. Of wel mooie schrik. Die sluier zit aan de andere kant. Ligt die 95 hier staan.
heel mooi met het roze afgezet zo. Bruidsmeisjes zien er ook zo schattig uit. Zo. Mooi met de diadeem met witte pingeltjes. Ja, de bruidegom die is zachter gebleven. Ja, die kon de weg denk ik niet vinden. Maar het maakt niet uit, we vinden het zo net zo mooi hoor. Altijd diezelfde bruidegom erbij, dat is het niet leuk toch? Dankjewel, heel mooi. Daar kan je van genieten, hè, van zo'n mooie jeugd. Prachtig. Ja, je mag ook harder klappen, wordt er gezegd net. Dus, Oké. De volgende bruid die eraan komt, is Deborah Verbeek. Deborah Verbeek, met de bruidegom de heer Geert. Deborah Verbeek is een medewerkster van hier en de heer Geert is een bewoner van de Lindenhof. Die heeft zich zo mooi aangekleed voor deze bruidsshow dat we hem er tussenuit geplukt hebben om mee te doen. En dat wou hij nog ook. Heel leuk. Heel leuk, meneer Geert.